De leden van Blood & Honor kwamen vanmiddag samen aan een tankstation in Ranst, langs de snelweg E313 Antwerpen-Hasselt. Er waren niet alleen leden uit ons land, maar ook Nederlanders en opvallend veel Duitsers. Hun eindbestemming bleek Wolfsdonk, een deelgemeente van Aarschot. Ze palmden er een voetbalterrein in, waar ze vanavond in een tent een vijf organiseren. De waarnemend burgemeester van Aarschot zegt compleet verrast te zijn. Ik heb het pas enkele uren geleden vernomen. Ik heb contact genomen met de korpschef. En wat stellen wij vast? Dat die zaal gehuurd is voor een verjaardagsvijf. Dit is natuurlijk een privézone. Maar ik heb met de korpschef afgesproken dat we al het nodige doen om ervoor te zorgen dat dit rimpeloos zal verlopen. Blood & Honor is een anticommunistische en anti-Joods geïnspireerd beweging die op hun vijven loeihard muziek draaien met nazistische teksten. De staatsveiligheid is naar verluid op de hoogte van de bijeenkomst in Wolfsdonk. Het is niet de eerste keer dat Blood & Honor hier neerstrijkt. Nu, vorige keer is dat zonder enig probleem verlopen. We gaan ervan uit dat dat dit keer ook is, maar we hebben toch alle mogelijke voorzorgen genomen. De mensen hoeven zich dus echt niet ongerust te maken daarover.